Oké, deze film gaat over arbeid en energie. Voor alternatief bovenbouw. Paragraaf 3, arbeid en kinetische energie. Oké, opgave 12. Jilly rijdt zonder trappen en hemming af. Zonderbij ondervindt ze een wrijvingsgracht. De energieverandering en de verrichte arbeid die betrekking hebben op de Jilly en de fiets kun je schematisch weergegeven in tabel 8.1. Hier gaat over de zwaarte-energie, de kinetische energie, afgegeven warmte. Dit is wrijving van de zwaartekracht. Dit is arbeid van de zwaartekracht, pardon. Eventueel arbeid van de wrijvingskracht. En dit is chemische energie die eventueel loskomt. Oké, herhaal. Neem tabel 8.1 over in je schrift. En zo voor onderstaande processen de tabel verandert in. Toch even terug. Plus betekent de energievorm neemt toe. Of de arbeid is positief. 0 betekent de energievorm verandert niet. Van grootte en de kracht heeft geen arbeid verricht. Min betekent de energievorm neemt af of de arbeid is negatief. En betekent niet van toepassing in dit proces. Nou, even langs. Een steen wordt bovenaan de Eiffeltoren losgelaten. De wrijvingskracht wordt niet verwaarloosd. Oké, de zwaartekracht. Hij gaat natuurlijk vallen. De zwaartekracht. Bij het vallen neemt de zwaarte-energie van de steen natuurlijk af. Vandaar min, zijn snelheid neemt toe. Vandaar plus, hij ondervindt luchtwrijving, die mag je niet verwaarlozen. Dus er zal ook warmte vrijkomen bij die wrijving. De arbeid van de zwaartekracht is positief, want de beweging is naar beneden en de zwaartekracht ook. De arbeid van de wrijving is negatief, want de beweging is naar beneden en de wrijving werkt die beweging tegen. En chemische energie speelt hier geen rol bij deze situatie. Oké, B. Een pijl wordt met behulp van een boog verticaal omhoog geschoten. De wrijvingskracht wordt verwaarloosd. We kijken alleen naar de omhooggaande beweging tijdens het loslagen van de boog. De zwaartenergie neemt toe, want de pijl die komt steeds hoger. Dus kijk alleen naar de opgaande delen. Dus hij komt hoger, dus zwaartenergie neemt toe. Daarbij zal zijn snelheid dus afnemen, dus ook zijn kinetische energie neemt af. Wrijving speelt geen rol, dus ook geen loskomende warmte-energie. De arbeid van de zwaartekracht die is negatief, want de beweging is omhoog en de zwaartekracht werkt naar beneden. De arbeid van de wrijving die speelt geen rol hierbij, want er was geen wrijving, werd gezegd, en chemische energie speelt hier ook geen rol bij. Een auto rijdt met constante snelheid over een horizontale weg. Dus hoogte verandert niet, dus zijn zwaartenergie verandert ook niet. Constante snelheid, dus zijn kinetische energie verandert niet. Hij zal wel last van wrijving hebben, dus die komt wel vrij. De arbeid van de zwaartekracht die speelt geen rol, want de zwaartekracht werd verticaal en de auto beweegt horizontaal en niet verticaal. De arbeid van de wrijving zal negatief zijn, want de auto gaat zeg maar vooruit en de wrijving die houdt hem tegen. Dus dat is tegen de draaien. En er speelt wel degelijk chemische energie bij, want die auto moet natuurlijk benzine verstoken of diesel kunnen verstoken om te kunnen rijden. Maar die energie verliest hij, dus vandaar dat hij min staat. Een regentuppel daalt met constante snelheid. Dat betekent dus dat zijn zwaarte-energie afneemt. Dat klopt natuurlijk, want hij valt naar beneden. Dus zijn hoogte wordt steeds kleiner. Dus zijn zwaarte-energie wordt ook kleiner. Zijn bewegingssnelheid is constant. Dus zijn kinetische energie is ook constant. Hij staat niet dat hij geen last heeft van de wrijving. Dus je mag uitgaan dat hij last heeft van de wrijving. Dan verliest hij dus warmte-energie onderweg. De arbeid van de zwaartekracht is positief, want de arbeid is naar beneden gericht en de valbeweging is ook naar beneden gericht. De arbeid van de wrijving is negatief, want de valbeweging is naar beneden gericht en de wrijving probeert hem tegen te houden, de andere kant op, dus negatief. Chemische energie speelt hier geen rol. Gaan we naar de volgende opgave. Dat is nummer 13. Je trekt een zware kist met een constante snelheid voort over een vloer. Jouw spierkracht verricht dan positieve arbeid op de kist. Toch verandert de kinetische energie van de kist niet, want de snelheid is constant. Leg uit hoe dat kan.
Ja, dat is nogal eenvoudig. Dat komt natuurlijk doordat er allerlei weerstandskrachten zijn die een negatieve arbeid leveren. Hè, want je trekt aan de ene kant op en de wrijving is de andere kant op. Nou ja, als je dan al die jouw positieve arbeid en de negatieve arbeid van de wrijving bij elkaar optelt, dan heb je 0 en dus constante snelheid. Oké, 14 dan. Een gemaal bevat pompen die water uit een polder of meer kunnen verplaatsen om het waterniveau op peil te houden. Het gemaal pompt per minuut 130 kubieke meter water 6 meter omhoog. Toon aan dat de kracht die de pompen moeten leveren gelijk is aan 1,27 van 10 tot de 6e newton. Goed, dan moeten we eerst maar eens even kijken hoeveel massa we dan eigenlijk verplaatsen. Dat doe je met dichtheid is massa gedeeld door volume. Je weet de dichtheid van het water, kun je opzoeken, 0,9982 x 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Volume is 130 kubieke meter, nou, die vul je allebei hierin. Massa is dan dichtheid maal volume. Nou, hier wordt het uitgeschreven, zie je wel. 1,2987 x 10 tot de vierde kilogram. Oké, dat is dan de massa van het water. Heb je natuurlijk, op die water werkt natuurlijk een zwaartekracht. Dat kun je uitrekenen, de zwaartekracht is mg. Die waarde die we net hadden uitgegeven, de massa man 9,81. Nou, die staat dan, de zwaartekracht is 1,237 maal 10 tot de zesde newton lijkt daar te staan. Oké. De pompkracht die moet natuurlijk die zwaartekracht overwinnen, dus die krachten zijn elkaar aangelijk. Nou, en dat moesten we dus aantonen, want dat blijkt dus te zijn 1,27 maal 10 tot de zesde newton, want de zwaartekracht is dat ook. En de pompkracht moet dat overwinnen. Dus die zijn even groot, die twee. Bereken het nuttig vermogen dat de pompen van het gemaal dan leveren. Goed, dan moet je natuurlijk weten wat de arbeid is die geleverd is. En de tijd waarin de plaatsing plaatsvindt. En dan gaan we dan maar eens even uitrekenen. De arbeid die de pomp moet leveren is de kracht. Hadden net al uitgerekend, maal de hoogte die je moet overwinnen. Ze hebben een hoek van 0 graden, dus cosinus 0 mag hier weglaten. Goed, hier vermenigvuldigd, dus kracht maal arbeid. 1,7 maal 10 tot de 4e newton maal 6, maal cosinus van 0. Nou, hier staat dan hoeveel joule die je moet overwinnen. Wat is dan het vermogen wat je moet hebben? Nou, dat is het vermogen is de hoeveelheid energie of arbeid per seconde in feite. Hè? Nou, oké. Het ging over 1 minuut, dus dat is 60 seconden. Ja, het gemaal per minuut. Even aanwijzen waar het staat. 130 kubieke meter water, dus dat is 60 seconden dus. Nou, de arbeid die hadden we al uitgerekend. Hè, dat hadden we hier gedaan, dat is deze waarde. Die deel je dus door het aantal seconden, dat is 60, want dat is een minuut. En als je die op elkaar deelt, dan krijg je 1,3 maal 10 tot de vierde watt. Dat is dus het nuttig vermogen wat je moet leveren. Goed, gaan wij naar opgave 15. Een Ferrari 6i2 Scaglietti levert een vermogen van 397 kW bij een topsnelheid van 315 km per uur. De totale weerstand op de auto wordt gegeven door de formule. De totale weerstandskracht is de rolweerstandskracht plus de luchtweerstandskracht. En die luchtweerstand die wordt constant gehouden. Nee, sorry, de rolweerstand wordt constant gehouden op 0,8 kilonewton. De CW-waarde voor Ferrari is 0,33. Reken dan het frontale oppervlakte van de Ferrari. Nou, dan moet je flink wat voor rekenen. Laten we kijken. De oppervlakte van die zit in deze formule. De luchtweerstand is een half maal de CW maal de dichtheid van de lucht maal oppervlak maal de snelheid in kwadraat. CW dat is een constante. Hè? Die is 0,33. Maar dan moet je daar een aantal dingen voor uitrekenen, onder andere de kracht. En dat gebeurt hier, dit stukje. Hè? En nou, hiervoor moet je eerst ook nog met behulp van het vermogen moet je een andere kracht uitrekenen. Nou, hier staat het, de totale oppervlak breek je met de formule voor luchtweerstandskracht. Dat is dus hier zo. De luchtweerstandskracht breek je met de totale weerstandskracht en de rolweerstandskracht. Dat gebeurt hier. En de totale weerstandskracht breek je met het vermogen en de snelheid. En dat gebeurt hier. Nou, dan gaan we eerst maar de totale weerstandskracht breken. Het vermogen is de totale weerstandskracht maal de snelheid. P is F maal V. Vermogen weten, 397 kW. Kilo is 1000. Snelheid is 350 km per uur.
3,6 aan de meter per seconde van te maken, 87,5. Oké, dan hebben we dus van de drie gegevens hebben we er 2. Hier staan ze ingevuld. En dit is het vermogen, dit is de kracht, die weet je niet, dit is de snelheid. Kracht, totale weerstandskracht is dan deze gedeeld door 3. En dan komt deze waarde uit. Goed, de luchtweerstandskracht is natuurlijk de totale weerstandskracht min de rolweerstandskracht. En die was constant. Okay, dus de luchtweerstand is de totale weerstand min de rolweerstandskracht. Ja, dat is deze formule maar aan anders opgeschreven. Oké, de rolweerstandskracht is dan gegeven als 800 newton. Hè? Die totale weerstandskracht hadden we net uitgerekend, dat is deze waarde. De luchtweerstand die willen weten, en dit is de rolweerstand, die is 800. Nou, de luchtweerstand is dus deze, min die, nou, hier staat het antwoord. 3,737 maal 10 tot de 4 newton. En die vul je dan in de formule voor de luchtweerstand. Ja, dus die waarde is dus deze, is dus een half maal de luchtweerstandscoëfficiënt, zeg maar, die is 0,33, die was gegeven in de opgave, dat staat, waar stond dat ook alweer, dat staat hier, ja, daar heb je hem. De dichtheid van de lucht, die kun je opzoeken in de binnen, hadden we al een keer gebruikt, hier staat die, nee, die hadden we in een eerdere opgave al een keer gebruikt, hier staat die, pijl 12. Oppervlak moeten we niet echt uitrekenen. Snelheid was al een keer omgerekend van kilometer per uur naar meter per seconde. En was 87,5. Dat staat hier. Dat hebben we in het begin gedaan. Nou, dat vul je dan dus allemaal in. Deze formule, al die gegevens vullen we hierin. Kijk maar, dit is de totale luchtweerstand. Zo, dit is de luchtweerstandskracht. Dat hadden we al uitgerekend hier. Die half, dat is natuurlijk die. Cw is 0,33. Dichte van de lucht is deze. A is oppervlak, dat is deze. Snelheid is deze 87,5 in het kwadraat. Nou, en oppervlak is dan dit gedeeld door een half, gedeeld door 0,33, gedeeld door 1,92, gedeeld door 87,5 in het kwadraat. Nou, rekenmachine doet het werk. Blijkt eruit 2,3 vierkante meter te zijn. Oké, gaan we naar opgave 16. In een televisiespel Hoog en Droog is het de bedoeling dat deelnemers zo snel mogelijk een gracht oversteken waarover 2 parallele staalkabels zijn gespannen. Dat moet gebeuren met een zelfgebouwd voertuig. Maar Remka heeft een kar gebouwd met een trapmechanisme waarmee ze de achterwielen aandrijft. De massa van het voertuig en Marinka samen is 106 kg. Van de vooras van de kar is het koord gewikkeld, haar helper Joep hangt aan dit koord 7:08:22. Dat betekent dus dat hij hangt aan het koor, hij gaat natuurlijk naar beneden bewegen en daarmee trekt hij de kar daardoor voort. Dus dat is een tweede manier om de kar voor te drijven. Dus het trappen en het feit dat hij Joep naar beneden gaat en de kar op die manier voorttrekt. Oké. Joep daalt 5 meter voordat hij het water raakt. De massa van het touw is verwaarloosbaar. De massa van Joep is 96 kilogram. De spierkracht van massa heeft een met oversteek 2,2 kilojoule arbeid verricht. De arbeid die door de wrijvingskrachten wordt verricht is min 0,30 kilojoule. Die is tegen de beweging in, vandaar dat die negatief is. Toon aan dat de arbeid die alle krachten samen bij de oversteek op het bewegende geheel hebben verricht, samen gelijk is aan 6,6 kilojoule. Nou, er zijn dus 3 krachten die arbeid verrichten. De eerste is de trapkracht van Marinka, die is al gegeven, 2,2 kilojoule. De tweede is de wrijvingskracht, die is min 0,3 kilojoule groot. En de derde is de arbeid die geleverd wordt door het feit dat die Joep daalt. Daardoor wordt hoogteenergie omgezet in kinetische energie. En die hoeveelheid die moeten we nog gaan berekenen. En dat gebeurt hier. Eerst gaan we zijn zwaartekracht eruit rekenen. En als we die zwaartekracht hebben, dan vermenigvuldigen met de afstand die hij aflegt. Nou, die is 5 meter trouwens, staat gegeven. De massa van die Joep is 96 kilogram, de G is 9,81, dus de zwaartekracht van Joep is het product van die 2, 941 en nog wat newton. De arbeid die hij verricht door het dalen is dus die zwaartekracht maal zijn afstand, en die is 5 meter, dus dat is 5 meter maal die 941,8 newton. Nou, hier staat dan 4,709 maal 10 tot de 4 newton zal dat zijn. Dus 4,7 kilojoule is dat.
dus dat betekent, ja, dan hebben we dan alles. Ja, volgens mij hebben we dan alles. Dan hebben we dus, dan gaan we de totale arbeid verrichten. Die van Marenka was 2,2 kilojoule. De van de arbeid is min 0,3 kilojoule, dus dan gaat er van af. Dan zit je op 1,9. Dan komt die 4,7 kilojoule van Jupiter bij. 1,9 plus 4,7 is 6,6 kilojoule. En dat precies was wat we moesten aantonen. Dus dat klopt allemaal. Precies. En dan de B-opdracht. De verticale snelheid van Joep is gelijk aan 0,25 keer, sorry. De horizontale snelheid breken dan de snelheid aan de kar aan het einde van de oversteek. Daar moet je even goed over nadenken. Er is hier heel wat uit te rekenen. We volgen even het schema. De gemiddelde wrijvingskracht breek je. Sorry, we zitten bij de verkeerde. Deze moet er zijn. Ja, het is goed. De snelheid van de kar aan het einde van de oversteek breek je met de totale arbeid. Die weten we al, die 6,6 maal 10 tot de derde joule. En het verschil in kinetische energie. Die moet ook 6,6 maal 10 tot de derde joule zijn natuurlijk. Rekening houden natuurlijk met de wrijving. Nou, de kinetische energie bereken je met de massa en de snelheid van de verschillende componenten. Dat zijn er drie. Hier, de kinetische energie, dit stukje, dat gaat over die Marenka. Haar horizontale snelheid, half mv kwadraat. Dit gaat over de horizontale snelheid van Joep. Die is natuurlijk hetzelfde. Die heeft dezelfde snelheid horizontaal als Marenka. En dit is zijn verticale snelheid. Dat is deze. Nou, goed. Dan gaan we eens even kijken. Wel even opletten. De verticale snelheid van Joep is maar een kwart van zijn horizontale snelheid. Hè? Vandaar 0,25 V. Ja, dus daar komt 0,25 V. Nou gaan we dat opzoeken. Dus, de totale arbeid is de arbeid van Marenka samen plus die van Joep horizontaal plus die van Joep verticaal. Je kan het ook zeggen van de kinetische energie, dat is wat hier gebeurt. En dat moet dan bij elkaar 6,6 maal 10 tot de derde joule zijn. Gaan we het invullen. 6,6 maal 10 tot de derde joule is een half maal de massa van Marenka, die is 106 kilogram samen met elkaar, maal de snelheid in het kwadraat. Plus een half maal de massa van Joep, 96 kilogram, maar zijn snelheid in het kwadraat. Dat zijn allebei horizontale snelheden, let even op. Plus een half maal de massa van Joep, maal zijn verticale snelheid. En die is 0,25 maal de horizontale snelheid, vandaar dat die 0,25 V staat. Dan staat hier even kort door de bocht dat het antwoord aan 7,96 meter per seconde moet zijn. Volgens mij is dit nog niet goed, ook wel een heel kort door de bocht. Als je dit verder gaat uitrekenen, hè, dus, die 6,6 wat niet te zetten, die staat hier natuurlijk gewoon weer, heb ik even zelf toegevoegd. Een half maal 106 is 53 maal V in het kwadraat. Een half maal 96 is 48 maal V in het kwadraat. En een half maal 96 maal een kwart is 12 maal V in het kwadraat. Nou, dat staat hier dus. Hè? 53 plus 58 plus 12 is samen 113 maal V in het kwadraat. V is dan de wortel uit de deling van deze gedeelte, die van 113. Dat staat hier. En volgens mij komt er 6,7 meter per seconde uit en niet 8,0. Goed, foutje van het boek. Ik moet eerlijk zeggen, ik reken niet altijd alles helemaal na wat er in de antwoorden staat. Dus er zitten vast wel wat meer van dit soort dingetjes in. Nu kom ik er dan toevallig achter omdat ik denk van, dit is niet zo heel erg goed uitgewerkt. Laat ik me even wat toevoegen en dan zie ik van, hé, zit er nog een fout in. Dus als je zelf op dingen komt die, waar je denkt van, ja, maar ik reken toch hetzelfde, het komt niet goed uit. Onderhoud dan dat het antwoordboek niet onfeilbaar is. Nou, goed, gaan we naar 17. Frits rijdt met 120 km per uur van de helling af. De hellingshoek bedraagt 10 graden. De massa van de auto en Frits is samen 980 newton. Op een afstand van 100 meter ziet hij een bord met maximum snelheid 80 km per uur zal dat zijn. Hij rent af zodat de snelheid 80 km per uur is en hij stopt op het moment dat hij het bord 80 passeert. We rekenen met de gemiddelde wrijvingskracht die daarvoor op zijn auto moet worden uitgeoefend. Opgave 17. Frits snijdt met 120 km per uur een helling af. De hellingshoek bedraagt 10 graden. De massa van de auto met Frits samen is 980 kg. Op een afstand van 100 meter ziet hij een bord met maximum snelheid 80. Hij remt af, zodat de snelheid met dit gedaan. Volgens mij had ik dat al voorgelezen, dus ik ga gewoon verder berekenen de gemiddelde wrijvingskracht die daarvoor op de auto moet worden uitgeoefend. Goed.
Nou, dat zijn helemaal berekeningen. Zoals hier staat het helemaal uitgeschreven. De gemiddelde wrijvingskracht breek je met de som van de arbeid en verschillende kinetische energie. Dat biedt helemaal op het eind. Wordt die berekening daar van de arbeid in de zwaartekracht. Breek je met de zwaartekracht en het hoogteverschil. Dat gebeurt hier. De zwaartekracht breek je zelf met de formule van zwaartekracht. Dat gebeurt hier. En de kinetische energie breek je met massa en snelheid. Dat gebeurt hier. Nou, gaan we eens even kijken. Is natuurlijk een snelheidsverschil, want hij rijdt eerst 100 km per uur en daarna rijdt hij 80 km per uur, dus zijn kinetische energie neemt af. Nou, hoe groot is dan die kinetische energie? Nou, dat is een halve V-kwadraat min halve V-kwadraat natuurlijk, waarbij V-kwadraat 80 km per uur is, omgerekend naar meter per seconde is het 22,2 en 100 km per uur omgerekend naar is 33,3. Meter, hier gaan ze nu opeens van 120 km per uur. Ja, dat is ook goed. Oké, dan gaan ze dat invullen. Half een V-kwadraat. Hier wordt het voor de hoge snelheid min de lage snelheid. Andersom. En het verschil is dus min 5,0 maal 10 tot de 6e joule. Dus de kinetische energie is afgenomen met die waarde. Dat moet je onthouden. De zwaartekracht is massa maal g. Is 980 maal 9,81. Nou, het was vaak gedaan 9,6 maal 10 tot de 4 newton. En die kun je dan gebruiken natuurlijk. Om die te vermenigvuldigen met de afgelegde weg. Moet je even opletten. De zwaartekracht werkt natuurlijk naar beneden. Dus je moet de horizontale, de verticale afstand hebben. Die H en niet deze S. Maar goed, je kan H uitrekenen. Want je weet de lengte van de helling. En je weet 10 graden. Dus dan kun je doen met de sinus. De overstaande en de schuine, of de overstaande lange, solkatoa, soskatoa, 10 sinus. Dus de sinus van 10 graden is de hoogte, gedeeld door die 100. De hoogte is dan het product van die twee natuurlijk, 17,36 meter. En de arbeid is dan natuurlijk de zwaartekracht, die we net hadden uitgerekend, vermenigvuldigd met het hoogteverschil, die hebben we ook net uitgerekend. Vermenigvuldigd is dan 1,96 maal 10 tot 6e joule. Waarom staat hier geen eenheid achter? Oké, goed. Nou, dan het laatste stuk moeten we nog even doen. Oké, de totale arbeid die geleverd is natuurlijk verschil met de afname van de kinetische energie. De kinetische energie neemt af, de potentiële energie neemt af en dat komt allemaal door de wrijving natuurlijk. Nou, hier staat het ingevuld. Deze kracht, die weten we nog steeds niet. En die wrijvingskracht die werkt natuurlijk over deze 100 meter. Dus vandaar. En die is negatief, het is een tegenwerkende kracht. Plus, nou, deze waarde hadden we. En hier uitgekend, dat is van de afname van de potentiële energie. En dit is de afname van de kinetische energie, die hadden we hier allemaal uitgerekend. Nou, dan moet je nog flink wat rekenen. Deze moet je dan aan de andere kant halen. Dus min 5,1 min gaat aan deze van af. En dat deel je dan door 100. En dan krijg je uiteindelijk deze waarde. En die blijft dan 4,7 maal 10 tot de 4 newton te zijn. Dit kan je natuurlijk ook op andere manieren doen, dat is wel duidelijk, maar dit is wel een goede manier op zich. Wel een complexe berekening. Goed, gaan we naar 18. De Jaap van Gent is de grootste zeevogel van het Noordzeegebied. Hij leeft van vis die hij door middel van een snelle duik uit het water haalt. De massa van de Jaap van Gent is 2,8 kilogram. Op een tijdstip T is 0 versnelt hij zonder verticale beginsnelheid door middel van krachtige vleugelslag rotig naar beneden te duiken. Behalve de zwaartekracht levert hij aan Gent zelf als spierkracht. Op T is 0,82 seconden is de snelheid 97,2 km per uur. Bereken met behulp van de tweede van Newton de gemiddelde kracht die Jan van Gent tijdens dit gedeelte van de duik levert. Goed, dan gaan we eerst een versnelling uitrekenen. Dat is natuurlijk het snelheidsverschil delen door het tijdverschil. 97,2 meter per seconde is het snelheidsverschil en dat gebeurt in 3,6 seconden, dus dat is 27 meter per seconde is zijn snelheid. Sorry, dit is omrekenen van kilometer per uur naar meter per seconde, ik heb me net te kletsen. Dus hier is het snelheidsverschil 97,9 kilogram wordt omgezet naar 27 meter per seconde. En tijdsverschil is 0,82 seconden. Dus de versnelling wordt hier uitgerekend. Die 27 meter per seconde deel door 0,82 seconden. En zijn versnelling is dus bijna 33 meter per seconde kwadraat. Nou, wat voor krachten werken dan? Dan werkt natuurlijk ook nog een zware kracht. Die gaan we ook even uitrekenen. Dat is 2,3 kilogram van zijn massa maal 9,81 meter. Dus de zwaartekracht is 27,47 newton. Oké, wat heb je dan hier? De 47,42 newton, dat is dus de zwaartekracht plus de vleugelslag.
die leveren samen dus de versnelling op. 2,8 × 32,9. Je hebt die uitgerekend, hè. En dan hebben we dus alles, want alleen de vleugelslagkracht die zit hier niet, hè. Dus de kracht van de zwaartekracht plus de kracht van de vleugelkracht leveren samen de netto-kracht van de versnelling. Ja, oké. Okay, nou, dan even kijken. Is het een kwestie van wat rekenwerk natuurlijk. Deze moet je met elkaar vermenigvuldigen. Dan delen door die en dan ben je 65 newton. Bij een kinetische energie, met welke snelheid de Jan van Gent op water terechtkomt, verwaarloosd bij de luchtweerstand. Oh, staat er een streepje boven. Vanaf 0,82 seconden werd alleen nog de zwaartekracht op de Jan van Gent. Deze bevindt zich 28 meter boven het watervlak. Bereken dan inderdaad met behulp van de wet van arbeid in de kinetische energie welke snelheid de Jan van Gent dan heeft als hij in het water terechtkomt. Nou goed, dus telkens een kinetische energie neemt natuurlijk toe, want hij gaat sneller. Wat zo snel op het eind is, weet je niet, maar we kunnen natuurlijk wel het formuletje alvast zoveel mogelijk invullen. Half een week kwadraat in half een week kwadraat. Massa is 2,8 kilogram en snelheid is 27 meter per seconde in het begin. Aan het eind weten we het niet, dus hier staat het allemaal ingevuld. Hè? Alleen deze snelheid ontbreekt nog en die moeten we dus later uit gaan rekenen. Goed, wat we ook weten is natuurlijk, hij valt. Dat betekent dus dat zijn zwaarte-energie afneemt en hij valt over een hoogte van 28 meter... En dan kunnen we dus uitrekenen wat dan het verschil is in zijn zwaartenergie. En dat is gelijk aan de arbeid. Dat is dus massa maal g, oftewel de zwaartekracht, maal de hoogte. En dat is 28 meter. Dus minimum kreeg ik mee voor. Dat is 7,69 × 10⁴ joule. Oké. Nou, is het zo? Het verschil tussen deze twee kinetische energieën moet natuurlijk gelijk zijn aan het verschil in de potentiële energieën. 7,69 × 10⁴. Nou, hier staat het ook, hè. 7,69 × 10⁴ is het verschil tussen deze kinetische energie en deze kinetische energie. Nou, dat is een kwestie van wat rekenwerk. Hier, deze keer heb ik het niet toegevoegd, maar kan ik eventueel nog wel doen. En dan komt eruit uiteindelijk 38 meter per seconde. Hier heb ik dat dus nog even gedaan. En je ziet dat als je dat allemaal netjes uitwerkt, dat hebben ze hier overgeslagen, dat je inderdaad op die 88 meter per seconde uit gaat komen.